Welkom, we zijn weer terug in de Efteling. Wij zijn inderdaad weer terug in de Efteling. Wij zijn heel vaak in de Efteling, maar dit is de eerste keer dat we jullie meenemen, of jou meenemen, in de Efteling. Ja, en wij zijn Joost en Jolanda. En wij zijn van het kanaal J&J Walks. En ja, we hadden deze video opgenomen en daarbij bleek het geluid niet opgenomen. Dus een goed moment om dan maar een eerste audiotour op te nemen en jullie met ons mee te nemen. Vandaag wandelen we door de Efteling. We starten bij het Efteling Theater, wat je net in beeld zag. Daar lopen we nu langs. En in het Efteling Theater, daar is op dit moment Caro te zien. Ja, 's avonds. Niet elke avond, maar op een aantal avonden per week is er een show te zien. Daar moet je wel extra voor betalen. Als je resortgast bent, is het weer minder dan daggast. Het prijzensysteem zit een beetje lastig in elkaar. Maar tip, ga gewoon even langs de gastenservice. De show is zeker de moeite waard om te bekijken. Het is een internationale show, dus er wordt relatief weinig in gesproken. Het is dans en zang. En als je het moet vergelijken, dan kan je het beste een beetje vergelijken met Cirque du Soleil. Al is Cirque du Soleil wel echt van een ander niveau als deze show. Ja, voor de prijs die je betaalt, en dat is geloof ik maximaal 25 euro per persoon. Maar een dagkaart is of dagticket houder betaalt vaak maar 17,50. Ja, daar kun je ook niet dat niveau voor verwachten. Maar het is een hele leuke familieshow. Zeker de moeite om je dag te verlengen op die manier. Inderdaad, echt een leuke show, een aanrader. En ook een heel mooi theater, zoals je net zag. En we lopen op dit moment op een pad wat niet heel veel mensen gebruiken. Nee, de meeste mensen gaan meteen linksaf richting de Pardoespromenade. Het pad langs de vijver is daardoor meestal heel erg rustig. En eigenlijk een hele goede manier om het park rustig in te wandelen. En zoals je ziet wandel je langs de vijver van Aquanura, waar 's avonds de show opgevoerd wordt. En dat is een watershow met fonteinen, licht, muziek van de bekende Efteling deunen. Er zijn 4 symfonieën. In de app kun je van de Efteling altijd zien welke symfonie speelt die avond. Sowieso, als je naar de Efteling gaat, download de app. Echt een aanrader, daar vind je sowieso een mooie plattegrond. Ook wachttijden, je kan eten bestellen en showtijden vinden inderdaad. Ja, en je kunt jezelf een notificatie laten sturen als je een attractie te druk vindt. Van, geef mij even een seintje als de wachttijd onder een bepaald niveau zakt. Echt ideaal. We lopen vandaag overigens vanaf de entree, want het theater staat bij de entree van het park. Lopen we richting Ruigrijk en daar maken we een rondje doorheen. De Efteling heeft 5 rijken. Het is een beetje geforceerd bij elkaar bedacht, à la Disneyland. Maar er zijn 5 rijken en in het Ruigrijk vind je de meeste achtbanen. Inderdaad, de meeste. Max en Moritz staat er niet en Vogelrok staat er niet. En alle andere achtbanen vind je in Ruigrijk. Ja, een beetje de intensere achtbanen staan echt bij elkaar in één hoek. We lopen nu richting Fata Morgana. En Fata Morgana is een dark ride, oftewel een redelijk rustige attractie, waarin je in een bootje door allerlei scènes van 1001 Nacht vaart. Het is zo jammer dat we geen audio onder deze video hebben, want als je hier loopt, dan hoor je namelijk ook de attractie. Daarom is het echt een heel leuk plekje om te lopen. En ook een leuke plek trouwens om Aquanura te bekijken. Daar hebben we ook een video van op ons kanaal staan. De eerste symfonie hebben we opgenomen. Ja, de winterversie daarvan. Met extra kerstklokjes. En die vind je op ons kanaal. En de geluiden uit de attractie Fata Morgana hoor je vooral heel goed bij de deuren die in het pand zitten. En dan hoor je echt het geluid uit de scènes. Klein verborgen detail. Nu, zoals je ziet ook op deze dag, het is erg rustig op dit pad. En je loopt er heel mooi door een stukje natuur heen en pas aangeplant. Maar daar zie je wel dat de Efteling echt een natuurpark is. Een natuurpark, inderdaad heel veel bos om nog steeds doorheen te wandelen. En ook nog voldoende diertjes, zwanen, eenden, eekhoorns. Je vindt nog van alles in de Efteling. Ontzettend leuk. En dit is het stuk wat we inmiddels al afgelegd hebben. In de verte zie je het entreegebouw, het huis van de 5 zintuigen. Schitterend uitzicht. En de bouwkraan op dit moment. Op dit moment wordt er ook heel veel in de Efteling gewerkt.
Er wordt een nieuw hotel gebouwd. Het Spookvlot is verdwenen en wordt vervangen voor een nieuwe attractie. Dans Macabre. De iconische muziek blijft wel, gelukkig, want het is een van de mooiste stukken uit Aquanura. En als we hier doorlopen, dan komen we uit op het Fata Morganaplein. Fata Morgana is trouwens geïnspireerd op Disney's Pirates of the Caribbean. Ik denk persoonlijk dat ik deze misschien nog wel beter vind. Het is in ieder geval wel een hele oude attractie, maar dat geeft ook wat sfeer en charme. Dus je ziet dat die ouder is, maar tegelijkertijd Efteling is zo goed onderhouden. Vooral in vergelijking met andere parken in de regio. Dus dat het ouder is, ja, dat merk je in ieder geval niet in het onderhoud. Nee, de Efteling doet heel veel aan onderhoud. En als je deze video, we zullen het vast nog vaker noemen, van dit is dan onderhouden. Daar gaat heel veel tijd in zitten en ze willen ook heel graag juist de kwaliteit bewaken en ook waarborgen. Daardoor is het gewoon een van de betere parken van Europa en misschien zelfs wel van de wereld. Het Fata Morganaplein, in die grote toren, de minaret, daar zit de ingang van de attractie. En de bazaar is de souvenirwinkel waar je uitkomt, zodra je uitstapt. Aan de overkant van het plein zitten toiletten en een evenementenhal. En links zit nog een horecapuntje. En daarmee is het eigenlijk een van de eerste echte themagebiedjes die de Efteling destijds bouwde in de jaren 80. De evenementenhal is eigenlijk normaal gesproken gesloten. Dat is zoals echt voor evenementen. En soms is die open met een tentoonstelling, maar eigenlijk zelden is die open voor daggasten. Dus op dit plein vind je eigenlijk alleen de Fata Morgana en het horecatentje. In de verte zie je Bakkerij Krumel. Dat is de meest recente horecatoevoeging aan het park. Een enorm goede plek om te lunchen of avond te eten. Broodjes, broodpizza's, pretzels. Allemaal in een hele sfeervolle Duitse bakkerij. Helemaal in het verhaal van Max en Moritz. Ik denk dat we in de toekomstige wandeling vast nog een keer binnenwandelen daar. Ook hele leuke verborgen grapjes. Dus kijk daar vooral naar de wanden. Alles wat ophangt. Schakelaars die je eventueel aan of uit kan zetten. En inderdaad, sowieso kwalitatief hele goede horeca. Dus leuke plek om naar binnen te wandelen. Dit is ook zo'n pad. Niet heel veel mensen lopen het, maar het is een van mijn favoriete plekjes in Efteling. Het is de grote lantaarns die je ziet staan, die staan er niet altijd. Dat is echt voor de winter Efteling en die duurt dit jaar tot begin maart. Maar het is een van de meest onbekende paden. Moet er misschien ook niet te veel reclame voor maken. Het loopt heerlijk rustig en echt door de natuur heen. Dus je loopt nog echt onder hoge bomen. Zomers echt een heel mooi dik bladerdek, dus heb je daar lekker schaduw. Je loopt langs de karpervijver die achter de piranha ligt. We lopen inderdaad langs die piranha, de brug die je daar in de verte ziet. Daar loop je over die piranha heen. Die is nu gesloten vanwege de winter. En misschien wel goed te zeggen, de piranha is de wildwaterbaan. Ja, inderdaad. En als die weer open is van de zomer, is dat ook zo'n ontzettend leuk plekje om eens te gaan kijken. Want je ziet mensen in de bootje zitten, heerlijk nat worden. Ja, je loopt echt over de attractie heen. En dat is iets wat de Efteling heel goed doet. Die kijken altijd ook naar, wat is er te zien voor iemand die niet in de attractie gaat? En aan de andere kant ligt het spoor. Dat is een spoor wat rond de Efteling heen loopt. En waar ook een attractie overheen rijdt, namelijk de trein. Ja, en daarvoor hoef je niet extra te betalen. Dat valt echt onder de attracties. Het zijn nog echte ouderwetse stoomtreinen. Ze lopen ook echt nog op kolen. En er zijn twee stations. Eentje komen we later in de video nog langs. En die ligt echt in Ruigrijk. En dan heb je station vlakbij Droomvlucht en Villa Volta. En als je instapt, hoef je er niet het volgende station uit. Je mag gewoon blijven zitten. Al ga je de hele dag rondjes rijden. Dus ja, voel je vooral niet verplicht om uit te stappen. Maar het is voor ons vaak wel een fijne manier om van de ene kant van het park naar de andere te gaan. Op zo'n dag als vandaag, want vandaag, ik weet niet meer precies hoe warm het was, maar 1, 2 graden denk ik. Mm-hmm. Is het ook wel een koude attractie, want de trein is open. Dus hij rijdt ook best wel door, het waait best wel door ook. Dus het is wat kouder, kleed je dik aan, sowieso op zo'n koude dag. Ontzettend leuk om naar de Efteling te gaan, maar kleed je lekker warm aan. Absoluut. Ja, de laatste twee wagons die lijken dicht, maar daar zijn de deuren wel gewoon open. Dus ook daar is het redelijk fris. Zoals je ziet, de brug is nu afgesloten.
Die is eigenlijk 's winters, tijdens het winteronderhoud wordt die altijd afgesloten. Dat is wel jammer, want daarmee kun je dus minder van de attractie zien. En even beeldvormend, we lopen nog steeds langs de Piranha. Dat is echt een behoorlijk grote attractie. En aan dit pad zitten geen attracties. En dat maakt dat het zo ontzettend rustig is. En dat heel veel mensen er niet komen. En het is dus 's ochtends eigenlijk een hele slimme manier om van de ingang naar het Ruigrijk te komen. Zonder dat je in de grote stroom meeloopt. Nou, verklappen we het toch. Nou wordt dit vast een veel drukker pad. Dat is dan wel jammer, hè? Ah, speciaal voor jullie. Precies. U moet ook iets bieden voor de mensen die deze video kijken. Sowieso met deze video's willen we jullie echt meenemen op een wandeling, zoals wij vaak wandelen, door binnensteden, attractieparken, dierentuinen. Musea. Eigenlijk op allerlei plekken waar we komen willen we jullie meenemen om te laten zien hoe gaaf heel veel plekken zijn. En eigenlijk ook bedoeld voor de mensen die er niet standaard kunnen komen. Mensen uit het buitenland of mensen die om andere redenen een plek niet kunnen bezoeken, om je wel een indruk te geven van die plek. En daarom kijk je echt gewoon mee door onze ogen. Zonder knipjes, dus echt van de ene plek naar de andere plek. Zoals, nou ja, dan als je er niet komt, dan heb je in ieder geval een indruk hoe het is om daar echt te wandelen. En op rechts zie je hem aankomen. Daar komt de stoomtrein aan. En die gaat dus echt met die mooie rookpluimen en met een fluit gaat hij door het park heen. En je ziet het open treinen met dikke jassen aan. En misschien dat er ooit nog geur-tv ontwikkeld wordt, want ook de kolengeur ruik je echt als je in de trein zit of als de trein langs rijdt. En in de verte, je ziet trouwens ook echt dat je echt door de natuur loopt. Hè? En dat komt, de Efteling is een natuurpark. De eigenaar is ook Natuurpark de Efteling. En dat betekent dat maar een heel klein deel van het park ook echt bebouwd mag worden. Dus je hebt heel veel plekken waar je nog echt onder oude, hoge bomen door kunt lopen. En dat geeft dat organische gevoel. Het is geen volledig uitgedesigned park. Het is door de jaren gegroeid tot wat het nu is. En door de bomen zien we Joris en de Draak staan. De houten achtbaan van het park. Hier heeft ooit de Pegasus gestaan. Maar dat is ondertussen alweer hoeveel jaar geleden? Hele goede vraag. Die is volgens mij 2008 vervangen door Joris en de Draak. En daar komt hij al. Zoals je ziet, het zijn twee banen. Ze racen tegen elkaar. Ze zijn allebei even lang. En je komt elkaar op verschillende plekken op de baan tegen, wat een heel gaaf effect geeft. Zeker. Je hebt echt het gevoel dat je tegen elkaar race. En aan het einde wordt er ook echt een winnaar aangewezen. En dat maakt hem enorm leuk en daardoor ook leuk om vaker te doen. Omdat je op die manier ook echt het gevoel hebt dat je aan het racen bent. Een van de intensste achtbanen in het park. Qua statistics, hoe hard die gaat en zo, zou ik het niet zeggen. Nee, maar qua ervaring is het echt een van de beste. Zeker. In de verte zie je hem al staan bij rond 1898. Daar vinden mensen meestal de meest intense achtbaan. Maar als je het mij vraagt, vind ik Joris en de Draak echt heftiger. En dat komt omdat zodra hij boven loslaat, maakt hij snelheid. En die snelheid laat hij niet meer los tot het einde van de rit. Hij dendert echt die baan door. En sinds het laatste onderhoud, want deze heeft begin dit jaar groot onderhoud gehad, is een deel van de achtbaan ook vervangen door een stalen trek. En daardoor gaat hij zelfs nog iets sneller dan dat hij deed. Het is de legende van Joris en de Draak. Dus je gaat ook echt vechten tegen de draak. Je ziet het op het blad staan. Er worden drakenstrijders gezocht om te vechten tegen het beest. En in de verte... het beest. Daar zit de draak. Ook die is weer helemaal opgeknapt. En dit is zo'n verborgen pareltje, want eigenlijk de meeste bezoekers van Ruigrijk komen eigenlijk helemaal niet zo op dit punt terecht. Want die komen bij de achtbanen uit en die gaan van de ingang naar de uitgang en dan kom je hier helemaal niet langs. En het is zo'n mooi plekje. Dus dit is een van de plekjes waar je ook echt als bezoeker die niet van achtbanen houdt, zeker even wilt kijken. Sowieso, de achtbanen razen langs je heen, dus als er iemand in zit die je wel kent, is het ontzettend leuk plekje om even te kijken. En deze draak die maakt het alleen al de moeite waard. Draak Edna, onder fans. Karel Willemme, de ontwerper ervan, heeft volgens mij ooit die naam toegekend. En fans hebben die omarmd.
Ze zit bij haar eieren en kijkt richting de achtbaan. Je ziet er ook bewegen. Ze heeft een tijd stilgestaan, maar ook dat is gelukkig weer gefixt. Minder heftige bewegingen dan eerst. Maar liever een subtiele, goede beweging dan stilstaan. Hele indrukwekkende animatronic. En je zag het net, de achtbanen razen er echt langs. We wandelen door. Richting de ingang van Joris en de Draak. Onder het spoor door ook weer. Ja, dat is echt een van de bijzondere dingen van de Efteling. Waar veel pretparken eigenlijk een achtbaan neerzetten. En die is dan voor de mensen die erin gaan. Is de Efteling echt bezig met waar kan opa en oma die niet meegaan. Waar kunnen die toch plezier beleven aan zo'n attractie. Nou, niet alleen opa en oma hoor. Er zijn een heleboel mensen die niet meegaan. Ja, er zijn er een hoop. Niet iedereen vindt het leuk. Hier rechts is het station van Joris en de Draak. Het instapstation, het trapje waar je nu oploopt, dat is ook de uitgang. En in de verte zie je de Python. Ja, de oudste achtbaan van het park. Dit was de eerste stalen achtbaan op het Europese vasteland. Die is gebouwd in 1981. En dat was toen hele bijzondere stap voor de Efteling. Want het was echt de stap naar serieus pretpark in plaats van het natuurpark en het sprookjespark wat ze waren. En ook weer als je het over onderhoud hebt, je zou het niet zeggen, maar de Python is volledig afgebroken en opnieuw opgebouwd. En waarom zou je het niet zeggen? Het is letterlijk weer opgebouwd zoals het oorspronkelijk ook ontworpen is. Ja, alleen als je heel goed kijkt kun je zien dat de lifthill en de eerste afdaling nog origineel zijn. En dat kun je zien door heel goed te kijken naar de track. En dan kun je dan zien dat de nieuwe track heeft ronde dwarsliggers en de oude heeft rechthoekige. Dus als je heel goed kijkt als je langs loopt, dan kun je precies zien tot waar ze hem afgebroken hebben. En er is toen wel sprake geweest, willen we iets anders? Maar daar komt weer de Efteling. En dit is trouwens de Titan Track die ze hebben toegevoegd, dat stalen deel. Maar de Efteling probeert echt te behouden wat ze hebben. Het is niet, we breken iets af om iets nieuws te bouwen. Nee, als ze iets neergezet hebben, dan zeggen ze zelf altijd, bouwen we voor de eeuwigheid. En dan willen we ook ons best doen om dat te laten staan. Wat je net trouwens vluchtig aan de overkant van het meer zag, was de Vliegende Hollander. In de winter op dit moment helaas ook weer gesloten. Onderhoud? Ook weer onderhoud, maar zodra die open is, ook een ontzettend leuke attractie. Een dark ride, à la Fata Morgana, alleen dan een stuk korter. En een stuk achtbaan. Ja, en die splasht in natuurwater. En daardoor heeft hij gewoon iedere winter onderhoud nodig. Veel attractieparken laten zoiets eindigen in een kunstmatige waterbak. En hier is het echt een natuurlijk meer. En dat zorgt gewoon dat er meer onderhoud nodig is. En het park is elk dag van het jaar open, 365 dagen per jaar. Wat betekent dat als het onderhoud plaatsvindt, ja, dan is dus iets gesloten en het park is gewoon open. Ja, overigens kun je altijd op de website gewoon zien welke attracties dicht zijn. Daar komt de Python. Voor veel mensen jeugdsentiment, hun eerste echte achtbaan. Voor mij ook de eerste waar ik over de kop ging. En ook dit is weer een plekje waar je helemaal onder de baan door kan lopen. Dus als je iemand kent die erin zit, ook een heel leuk plekje om te gaan zitten. Want je kan iemand echt voorbij je zien komen. Vooral in deze bocht. In die bocht zit ook de actiefoto. En inderdaad, je loopt echt onder en door de achtbanen door. Wat het ook zorgt dat het een gebied is waar gewoon heel veel beweging en heel veel leven in zit. Het is vaak overigens een van de drukste plekjes van het park. Iedereen rent hier 's ochtends vooral naartoe en dan is het heel druk. Eigenlijk kun je beter even tot wat later op de dag wachten. Dan wordt het vaak wat rustiger. Maar het is echt het meest populaire stuk van het park. Links hadden we net een klein horecapuntje. En verderop links is dus de Vliegende Hollander. Ja, het horecapunt heet de Kombuis. En daar kun je enorm zomers heel lekkere Frozen Fanta krijgen. En de Frozen Fanta Float is inclusief wat soft ijs, enorm lekker. We lopen hier naar kapitein Gijs.
Kapitein Gijs is een van de hollebolle Gijzen in het park. Iets waar de Efteling echt bekend om staat. Niet veel mensen kennen deze als een hollebol Gijs, maar ja, het werkt hetzelfde. In het kanon stop je het papier en op dat moment gebeurt er iets. Ja, dan bedankt hij je ervoor. Dan schiet hij het kanon af en wordt je bedankt. Oh, ik dacht, laat het als verrassing. Nah. Maar het is enorm leuk om... je ziet dat de Efteling daar echt zich in onderscheidt. Heel veel parken proberen te kopiëren, maar nergens slaat het zo aan als in de Efteling. En zeker ook heel veel internationale bezoekers zijn echt wel verrast door de hollebolle Gijzen. Hier lopen we richting de ingang van de Python. De achtbanen hebben trouwens een leeftijd, geen leeftijd, een hoogterestrictie. Ja. Van 1,20 meter. Voor de Python en voor de Vliegende Hollander. Joris en de Draak mag je met 1,20 in sommige van de karretjes en met 1,30 in allemaal. En ik geloof uit mijn hoofd dat die voor de Baron 1,35 meter is. Ook dit kun je trouwens bij de ingang hangt de keurige meetlint met wanneer je in welke achtbanen mag. En bij de meeste plekken staan ook, eigenlijk bij allemaal, staan ook meetpuntjes in het thema van de attractie. En dan zie je heel vaak ook kinderen kijken, mag ik er al in? En daar zie je rechts, daar zie je al het meetpuntje van de Python. Dat is Python Pietje. En als je niet onder zijn hand past, dan mag je erin. Deze attractie heeft ook een single rider line. Dat heeft de Baron, heeft dat ook? Ja. Meestal een stuk sneller. Joris en de Draak heeft die ook. Dat is echt een toevoeging. De Efteling wil echt alle karren vol hebben zitten om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van zo'n achtbaan. Vind je het niet erg om los van elkaar te zitten? Maak er dan zeker gebruik van. Meestal ben je echt wel een heel stuk sneller. De Efteling heeft niet zoiets als fastpassers of voordringssystemen, betaald of onbetaald. Het is echt één rij en daar ga je in staan. Ja, precies. Hier rechts zit trouwens, en dan gaan we zo kijken, zit het station waar we het over hadden voor de trein. En dat is station De Oost. Dit is de ingang. Overigens een werkende klok in het raam daarboven. Als je recht doorloopt kom je bij de trein, maar in het station zitten ook allerlei horecapuntjes. En dat is eigenlijk als een soort Amerikaanse foodcourt opgezet. Een hele hoop zitruimte met horeca eromheen, waar iedereen gewoon iets kan halen wat hij zin in heeft. Dit is de ingang van Nest. Een speelplaats. Ook voor de gezinnen met kleine kinderen die even willen wachten of moeten wachten, terwijl de rest van het gezin in de ruigere attracties gaat, is er een speeltuin. En de grappige is eigenlijk dat alle speeltoestellen zijn ook gethematiseerd naar de attracties in Ruigrijk. En naast de speeltuin, daar lopen we straks op, is hier ook een attractie. De oude tuffers, de autootjes waar je in kan rijden. Ja. Voor de kleinere waaghalzen onder ons. Maar eerst kijken we nog even bij het open haard vuur. Is een toevoeging die ze hebben in de winter Efteling. Op verschillende plekken in het park staan dit soort kroonluchters met daarin een haardvuurtje om je even op te warmen. Het vuur is wel minder groot dan de laatste jaren. Maar nog steeds een hele leuke plek om even met een warme chocomel even op te warmen. Je ziet ook dat er een hoop banken omheen staan. En in het weekend is hier vaak entertainment te vinden. Dus dan staan hier de Efteling muzikanten die allerlei Efteling liedjes en andere bekende liedjes spelen. Hier lopen we zoals net gezegd op de oude tuffers. Ja, en het bijzondere van de oude tuffers, ook die is vrij recent eigenlijk helemaal gerenoveerd. Maar het stuur werkt echt, dus je stuurt wel, je zit op een baan, maar het stuur werkt echt. En als je goed in het midden blijft, ga je ook iets sneller. En als je op de toeter drukt, dan zijn er langs de baan verschillende elementen die ook reageren op jouw toeter. Het is ook overigens al een behoorlijk oude attractie. Maar nog steeds ontzettend populair. Zeker. Maar dat maakt de Efteling ook zo leuk. Het is echt een park voor de hele familie. Er is voor iedereen iets te doen. Dus het is niet alleen maar achtbanen of alleen maar rustige dingen. Nee, dus ze proberen daar echt wel een hele goede balans in te vinden. Over niet zulke rustige dingen gesproken. Links is het schipschommel. Ja, in Den Halve Maan. Geopend in 1982.
En toen was het de grootste schipschommel ter wereld. Het behoort nog steeds tot een van de grootste. Als je in het puntje zit, ga je nog steeds ontzettend hoog. Net zoals in de Python en de Baron moet je geen hoogtevrees hebben. Nee, nee. Hij maakt een behoorlijke vaart. Hij heeft ook verschillende lengtes van rit. Op drukke dagen staat hij iets korter aan dan op rustige dagen. En volgens mij, kijk, daar zie je hem al gaan. Die dwarsliggers gaan echt bijna, gaan gewoon horizontaal. Het ziet er zo simpel uit, maar het is best wel een thrill ride. Maar ook hier weer een hele leuke om naar te kijken. En dan lopen we Ruigrijk bijna uit. Tenminste, we lopen het in principe uit, maar we nemen meteen een bocht om er weer in te lopen. Ja, we gaan eerst even kijken bij de Game Gallery. Is een echt, ja, eigenlijk daar moet je wel extra betalen. Daar zitten allerlei betaalspelletjes in waar je grote prijzen kunt, of waar je prijzen kunt winnen. Meestal grote plusjeberen. Ja, van die hele grote waar je heel de dag mee loopt te zeulen. Maar een heleboel mensen vinden dat ontzettend leuk, want je ziet ze heel veel in het park. Ja. Het is ook een idee van de managers om ze zo groot mogelijk te maken, zodat ze ook niet uit het zicht kunnen, zodat iemand ook ziet, oh, die heeft gewonnen, dat wil ik ook. Nee, als de auto vol zit, is het niet aan te raden om er 1 of 2 te winnen. Nee, nee, het zijn echt grote prijzen. Overigens, wel goed om te weten, dat zijn geen Efteling-karakters die je er wint. Die zijn alleen te kopen in de merchandise stores. Dit zijn echt andere plusje beesten. Ze hebben grote donutschatten en grote vissen. En de uitzondering op de betaalspelletjes is hier de tent waar we nu even gaan kijken. Dit is de schiettent. Daar win je geen prijzen. Maar tegen betaling krijg je hier een aantal schoten. En dan mag je dus op het decor zitten allemaal roosjes en mikpunten om op te schieten. En als je die raakt, dan beweegt er iets in het decor. Ook weer hartstikke leuk gethematiseerd. Zoals alles in Efteling eigenlijk. En dan gaan we hier langs de snoepwinkel, gaan we echt door de Game Gallery. Sommige mensen vinden het een heel schreeuwerig iets. Het geeft een beetje het Amerikaanse boardwalk effect. Er staan ook medewerkers die je ook echt uitnodigen om het spel te spelen, om te komen kijken. Meestal gebruiken wij dit eigenlijk als ingang voor Ruigrijk. Nu lopen we er wat meer uit. En hier zie je al de knuffelberen hangen. En het zijn hele verschillende spelletjes. Balspelletjes, mixpelletjes, eentjes hengelen, tasjes hengelen. Ze hebben ook een kamelenrace. Rechts is straks weer een horecapuntje, de plek om vis te eten in Efteling. Ja, de meermin en vooral de kibbeling en de vis en chips zijn er erg goed. Vaak een rustig puntje. Niet iedereen lust vis, denk ik. Nee. Dus, tenminste, ik zou niet weten waarom, want het is echt wel een goed horecapuntje. Het is zeker zo'n puntje om gewoon eens een keer iets te gaan halen. Het is meestal daardoor, wat ik zeg, rustig, maar wel heel goed. In de verte zie je trouwens de pagode, het vliegende eiland in de lucht. Zijn er 3 van op de hele wereld en 1 is er ondertussen alweer gesloten. Dus dit is een van de laatste 2 werkende attracties van dit soort op de Wereldbol, wat best bijzonder is. En we zijn ook een keer in deze attractie in Amerika geweest, degene die nu dus gesloten is. En dan zie je weer hoe bijzonder Amerika is, of hoe bijzonder Nederland is. Maar in Amerika zit het volledig volgespannen met netten. Je moet blijven zitten en in de pagode mag je gewoon blijven staan. En ja. Is er geen sprake van netten verder. Was in Legoland. Klopt. Waar Legoland in Florida. En de andere die nog werkt staat in Gardaland in Italië. Maar ook de Pythonstraat. Daar staat ook een kopie van de Python, maar dan wel de Python met originele treinen. En dat is echt veel minder comfortabel dan de treinen die de Efteling nu op de baan heeft staan. Dus ik zou vooral zeggen, rij hem in de Efteling, want daar is hij gewoon goed onderhouden, zelfs helemaal herbouwd. Comfortabele treinen op de baan. Je zag hem net al, de Baron 1898. Niet de laatste toevoeging... Op achtbaangebied? Nee, dat zijn Max en Moritz.
Maar dit is er wel eentje die de Efteling weer een echte boost heeft gegeven in zijn populariteit. Sinds deze achtbaan komen er echt ontzettend veel buitenlandse bezoekers ook naar de Efteling. In buitenlandse vlogs zijn ze ook altijd zo te spreken over de thematisering rond de Baron. Dus daar lopen we nu ook heen om even te gaan kijken. En waarom is die zo populair? Het is een B&M, wat best wel een gerenommeerd coastermerk is. Zeker, het is een dive coaster, wat betekent dat je een deel echt recht naar beneden valt. En deze is uniek omdat B&M eigenlijk altijd na de lift wil, dus als je bovenaan komt, eerst een bocht maakt en je dan pas laat vallen. Maar de Efteling, ja, die zijn nou eenmaal van de verhalen vertellen. En die hadden een mijnthema bedacht en daarbij past zo'n bocht bovenin niet. Dus die hebben B&M gevraagd, wil je alsjeblieft een baan ontwerpen waarbij als je boven komt je meteen naar beneden valt. Dat maakt hem echt uniek en dat heeft ook gezorgd voor misschien wel de mooiste liftdeel die ik ooit heb gezien. Die echt in het mijnthema is. En dat maakt deze baan ook veel meer dan een baan. Er zit echt een voorshow bij, er zit een verhaal achter. En dat maakt hem enorm leuk om te doen. Daar komt hij weer. Het is geen enorm lange achtbaan, maar het is er wel een voor de waaghalzen. Zeker als je hoogtevrees hebt. Ja. Dan, daar hebben we de Gondoletta overigens. De rustige lunchattractie. In 20 minuten vaar je over het meer. Is overigens ook een attractie uit 1981, hetzelfde jaar als de Python. Want naast dat heftige geweld moest toch ook iets rustigers geopend worden. En dat is overigens nog steeds een populaire attractie. Ook een plek waar je echt de natuur kan ervaren. Want naast dat je zelf vaak de lunch eet, zijn er ook genoeg dieren die graag met je mee eten. Zeker de eenden en de meeuwen en zwanen ganzen. Die eten graag met je mee. Die weten dat ook. Die zwemmen vaak met je bootje ook echt even mee om te kijken of je eten hebt. Maar in het meer zitten overigens ook schildpadden. Grote vissen, karpers. Ja. Ze hebben in heel veel meren zitten, in watertjes zitten, kooikarpers. En ook dit is een attractie, als het kouder is, kleed je warm aan, want je zit 20 minuten stil. Maar het blijft een leuke attractie. Zeker op wat warmere winterdagen is, of zomerdagen is het een hele leuke attractie om even te doen. Hier lopen we echt richting de ingang van de Baron. En ook de Baron heeft een single rider line. En in de rij, als je het nadeel van de single rider is dat je niet kunt kiezen op welke rij dat je zit. Ga je namelijk in de gewone wachtrij, dan kun je kiezen om op de eerste rij te gaan zitten. Of in de wachtrij te gaan staan voor de tweede of de derde rij. De eerste rij is heel populair bij mensen. Al moet ik zeggen dat hij eigenlijk op rij 3 aan de buitenkant intenser is dan op die eerste rij. Maar op die eerste rij kijk je natuurlijk wel heel mooi de diepte in. Hier kijken we naar de ingang. Een ontzettend mooi gethematiseerd gebouw. Daar loop je naar binnen, ga je de wachtrij in. De wachtrij, op drukke dagen staat hij wel gewoon buiten, dus je slingert echt buiten. Hij staat eigenlijk altijd buiten, want zodra je het gebouw ingaat, ga je de voorshows in. En denk niet dat er binnen dan nog een hele grote wachtrij staat, want je hebt twee voorshows en je stapt eigenlijk in. Uniek aan de Baron is overigens wel dat ze voordat je de trein ingaat niet nog een los hekje hebt. Er gaat een deur open en je loopt echt meteen richting de trein. Daar kan je ook gewoon je tassen kwijt. Dus je kan ze hier in een kluisje doen, maar dat is zeker niet verplicht. Nee, ze hebben een bewaakte tassenstalling bij de attractie staan. Voordat je de voorshows ingaat, geef je je tas af, krijg je een armbandje. En tegen inlevering van het bandje krijg je hem terug. Hier nog wat mijn thematisering. Het verhaal is namelijk dat de eigenaar van de mijn gewaarschuwd is door de Witte Wieven, de beschermheilige van de mijn, dat hij het goud met rust moet laten. Maar hij, Gustaaf Hoogmoed, is zo hoogmoedig dat hij vindt dat hij het goud moet delven. En hij stuurt jou op pad. En daarom saboteren de Witte Wieven, vormgegeven hier door de rook, saboteren ze je rit. Ja, toch eigenwijs zijn, hè? Ja. En ook dit is overigens zo'n schitterend plekje om naar de achtbaan te kijken. Het is een schitterend plekje. Het is ontzettend leuk om naar de achtbaan te kijken.
Maar het is ook ontzettend leuk om naar de omgeving te kijken, naar alle mensen die aan het kijken zijn. Want omdat ze collectief allemaal naar de achtbaan kijken, zie je ze op dezelfde momenten naar boven en naar beneden kijken, wat heel erg grappig is. Waardoor mensen eigenlijk ja lijken te knikken. In ieder geval je dus 37 meter recht naar beneden, onder de grond. En het spannende is, hij houdt je boven 3 seconden vast. Waardoor je ook echt even de diepte inkijkt en ziet hoe hoog je hangt voordat je gaat. Hiermee komen we aan het einde van de video. Laat ons weten wat je vindt van zo'n audiotour door het park heen. Welk deel van het park zou je nog willen zien? We zijn heel benieuwd naar je reactie. En als je het leuk vindt, volg ons gerust. Er gaan nog vele video's volgen. Abonneer je, laat een reactie achter. Geef een duimpje omhoog op deze video. Dankjewel voor het kijken.